Yeah, I think Jason's trying to land the ultimate frontside air. Yeah, it wasn't busy at first, but since he started trying to trick, the whole park basically pulled up to the bull. Everyone just got attracted by the hype, and now it's way too busy out here. Get it, man! Get it! Hey! Naar links, joh. Broodje met ijskoek. Ijskoek. Broodje met ijskoek. Hij is niet de beste. Jason is de allerbeste. Volgende, Jason. Cameraman. Thijs and I are working on putting up some pictures on the web shop, Teespring. So if you guys are interested in supporting this channel that way, you guys should check it out. Still quite experimental, so I'm not sure how long the pictures will be up there. But yeah, I'd appreciate some feedback anyway, so go check it out. Embo
Moses. Hoe is hij? Het is druk vandaag. Ik kwam aan, we hadden begonnen met de sessie en toen kwamen er allemaal man kijken. Toen ging Jason hem. Oh shit. Ja, ik zag het, ja. Moet je zelf betalen om hier te staan? Of wat is dit? Het is zo druk. Ja, mooi. We begonnen met die sessie en opeens al die mensen. Ja, lekker, iedereen bleef staan, ja. Kom allemaal voor jou, Jason. Kom allemaal ja, ze zijn wel impressed door Jason. Hij is goed hoog, hè? Ja. Is een helmpje ook? Ja, zeker. Yeah. Hij is een beetje zweterig, maar. Ah, ja, we proberen wel even iets van op duiken. En het vandaag nog niet van op duiken gedaan. Oké, okay, ja. Goed door je knieën. Dicht bij de grond blijven. Ja, je moet wel een helmpje, man. Wie zag je die? Yeah. Ja, wel een doorzettertje. Maar sick, als je bent al fucking determined, gast. Dus de derde keer dat gevoel steekt. Ja, als je die even een paar keer goed nog indropt en dan uiteindelijk vind je hem niet meer zo eng en dan krijg je het gevoel. Ja. Want deze is wel even, het is echt een muur, zeg maar. Ja, ik weet. Het zou wel vet zijn als je hem hebt, hoor. Dan heb je wel echt, zeg maar, je angsten overwonnen. Sowieso met skaten, met een truc leren, weet je wel. Dat is een beetje, het is altijd dat proces van iets wat je eng vindt toch leren. Ik loop ook zo in. Je kan hem ietsje rustiger doen, denk ik. Je balans is goed, maar misschien iets. Je drukt best wel hard. Je kan echt wel iets meer door je knieën, iets kalmer. Je kan hem maar. Ja, je hebt hem wel, hè. Ja, kijk. Je hebt al meer controle, man. Ik zou hem nog even twee keer doen, hoor. Nog niet gelijk die wall. Je begint nu wel die controle te krijgen, zie ik. Als je die nog een keer indropt en dan even kickturn. En als je dan als je die kickturnt, dan voel je ook gelijk hoe die in de corner zit. Indrop is misschien wel een van de, ja, niet moeilijkste trucken, maar wel het is de allereerste truc waarbij je dat. Gewoon de engste. Ja, ja, ja. Het is echt de introductie van skateboard trucken leren. Van enge skateboard trucken leren. Ja, maar ja, als je daar goed valt, val je wel harder dan hier, hoor. Ja. Ja, ja. Ja. Eeuw.
Ja. Get it! Knieën goed buigen, knieën goed buigen. Let's go! Ziek hoor, kom in met haar. Walken op, walken op. Ja, hij durft het wel.